Het heengaan van Gerald Vierklauw is een grote schok voor de Assago-familie. Diverse leden van de toneelgroep hebben gisteren bij de Singiniti aangegeven dat het zonder Vierklauw zwaar zal zijn om het werk voort te zetten. Vierklauw was behulpzaam en motiveerde een ieder om goede toneelstukken neer te zetten. Magali Biervliet, lid van Assago, zegt dat zij alleen leuke herinneringen aan Vierklauw heeft. Het was altijd leuk met Gerald. En Gerald was echt, wanneer we een optreden hadden, was het Marilva en ik. Want we zijn zijn dochters, dus het was doe dit voor me, doe dat voor me, doe zo voor me. Dus dat waren altijd ook een van de leuke dingen. Wanneer we een optreden hebben, moet je weten. Gerald gaat dit vragen, Gerald gaat dat vragen. Je moet letten op zijn pruik, je moet letten op zijn schoeisel. Dus ja, dat soort dingen zijn momenten die je gaat moeten koesteren. Die wij als groep gaan moeten koesteren. Ik wil niet eens denken aan een volgend optreden zonder Gerald op de planken. Dus dat wordt ook nog een moment waarbij ja, het heel zwaar zal zijn. Maar we moeten elkaar sterken. En we hebben dat al aan elkaar gezegd. We gaan elkaar moeten sterken. Kracht geven aan elkaar om er toch uit te komen. Humphrey van Hette, die met Vierklauw ook aan het begin van diens carrière heeft gestaan, zegt dat hij vanaf het begin zijn talent zag. Ik heb hem heel jong als Anna gehad op mijn trainingen als een theaterman. En toen ik hem ontdekte, zag ik dat deze jonge man heeft veel talent, heeft veel in ze. Dus toen ben ik op hem gaan werken. Hij is heel vooruit gegaan, heel snel. En hij kon Suriname op een heel speciale manier entertainen. Dat was Gerald. Humphrey van Hetten van de theatergroep Assago. Het volledige interview met diverse leden van Assago is vanavond te zien tijdens het programma Tribute to Gerald Vierklauw op 12.1 om 8 uur.